Goedendag, mijn naam is Ar. Je hebt boontjes zijn normaal verdeeld met een standaardafweging van 8 gram. 10% van de boontjes wegen minder dan 200 gram, wat zijn de gemiddelde? Wel, daarop tekenen we de normaalverdelingen. Hier bij mu heb je altijd 50%. Bij mu min 8 of mu min sigma, hier mu min 8, heb je nog 16%. Waarom? Deze boog, dit stip is hier 34%, 50 min 16 is 34%. Bij mu min 2 sigma, mu min 16, heb je 3,5%. Nu, 10% betekent, je ligt tussen 3,5% en 16% ligt hier erg. Hier erg ligt je 10%. We gaan dat zoeken nu, waar ligt juist 10% in dit vat hier. Nu, als je tekent, dit hier is 8 rood. Dat betekent, bij 200 moet je minstens 8 rood, heb je minstens 208, maar een beetje meer. Dat betekent, het antwoord 208 kan niet juist zijn. Want je hebt dit een beetje meer. Dus we tekenen het een beetje duidelijker. Hier 3,5%. Daar 16. Nu, dit is mu min 8, dit is mu min 16. Nu, de normaalverdeling, die loopt, is geen rechte, maar het is zo'n oplopende functie. Dat betekent, u 10% kan niet in het midden liggen. Dat kan alleen zijn als lineair is, het is rechte, dus 10% kan niet. Dus 4 kan ook niet. Dus 8 plus 4 is 12, kan ook niet. Waar is uw 10%? Dan wil ik kijken naar de vorm van deze functie hier. Ja? 10%, dit is 212, dit is 210, 214. Hier kan u 10% niet liggen, want dit heeft een klein gedeelte groot gedeelte, dat kan niet. We gaan dit kiezen, dan zijn beide delen even groot. Als je hier uw 10% kiest, is dit gedeelte even groot aan dit gedeelte. Dat betekent dat uw 10% hier ligt. Ja? Dus met 2 erbij, dan krijg je 8 plus 2 is 10, krijg je 210. Dankjewel, bye bye.